Tot en met aanstaande zondag 21 april kunnen de bewoners van Vlaardingen deelnemen aan een enquête over afvalverwerking. Hoe vinden de Vlaardingers dat de gemeente omgaat met het ophalen van afval? Wat er aan de hand is in Vlaardingen, dat er soms weinig vuil wordt opgehaald. Dan zijn de containers overvol, wordt alles naastgezet. Zwervers gaan ermee aan de haal, vogels gaan ermee aan de haal. En heel de wijk gaat verloederen. Op zich is het allemaal goed geregeld. We hebben ook zo'n pas, hè? En daar kan je mee openen. En dat is makkelijk. En als er vuil staat, dan als je dat zelf hebt, dan laat je dat weghalen en zo. Maar ja, er zijn altijd toch wel mensen die vinden dat makkelijk. Die zetten dat ernaast, die kijken verder niet. En die hopen maar dat ze dan altijd zelf al doen. Ja, niet zo denderend. Die bakken, daar staat een heleboel troep naast. En is die andere bak nog leeg die erachter staat. Dus ik denk, ja, zet dan een briefje neer of zo. Jongens, de tweede bak kun je ook gebruiken. En dat is met die krantenbakken en die biobakken ophalen. Dat gaat nu goed. Maar dat is ook de hele tijd niet goed gegaan. Dan werd die gewoon niet geleegd. En dan moest ik weer bellen. En ja, dat is niet zo prettig. Ze hebben nu, tussendoor eventjes, hè, hebben ze nu een heel klein bakje aan de zijkant gemaakt. Waardoor je kleine afvaldingetjes kan gooien. Dat vind ik een heel mooi punt. Ja. We kunnen ook de gemeente bellen met grove vuil. Dus voor de rest, in mijn ogen is goed georganiseerd. Maar je hebt altijd hoe noem je dat? Degene die vervelend doen. Onverwacht grof vuil buiten zet of wat dan ook. Alsnog, we kunnen, de looppad is niet gehinderd. Ik ben hier binnen 8 jaar in de markt, altijd staan. Altijd netjes, ja. Okay. Ja. Ik zie hier iets vuil, ik doe pak het en netjes opzetten. Altijd is goed.